Zeg, je bent deze week gaan rijden samen met luisteraar Joren met een hele mooie, hele dure auto ook, hè? 200.000 euro. Tjonge, voor de Aston Martin. Echt een appartementje, hè? Ja, appartement. Goed, appartement. Ja. Aston Martin. Rapide S. Rapide S. Ja, en nog zo van alles wat erachter komt, maar dat kan ik niet onthouden, hè? Joren heeft er ongelooflijk van genoten en je moet luisteren naar het veerverslag, want je hoort hoe Anka haar hart zo ongeveer in haar keel begint te bonken. Ja, het ging soms wat snel zo. Het ging soms een beetje zo. Voor mij. Dat trekt lekker op zo'n auto. Dit is het veerverslag van de speeltijd van deze week. We gaan vandaag cruisen met een van de vetste, chicste, dikste bakken van de hele wereld. Ik overdrijf niet, hè, Joren? Nee, je overdrijft zeker niet, dank u. We zijn in Wommelgem, in de showroom van Aston Martin. All right, baby. Yeah. Jij zei dat je hemel en aarde wilde bewegen om vandaag met me mee te mogen op speeltijd. Ik wou alles doen, Anke, om toch maar met een Aston Martin te mogen gaan rijden. Aston Martin, dat is gewoon voor mij het summum van de sportwagen. De hele vormgeving van die auto, het geluid van die motor, dat is ongelooflijk. Maar ik denk vooral de James Bond is een beetje het rolmodel van mannelijkheid. En ja, hij krijgt altijd het mooiste meisje en die rijdt hem met zo'n magnifieke wagen. Ja, knappe wagen, knappe Bond girl. Ik ben vandaag jouw Bond girl. Is dat ook een beetje oké? Dat is meer dan oké, Anke. Dus je bent zeker welkom. Make it, do it. Makes us older, better, faster, stronger. Dag Stef, je bent sales manager hier bij Aston Martin Antwerp. Met welke auto gaan we vandaag rijden? We gaan rijden met de Aston Martin Rapide S. Is een wagen, een 12-cilinder, 6 liter, 560 pk, ondergoed atmosferische motor. Ik snap er allemaal niks van, maar ik veronderstel dat dat een vette auto betekent. Ja, zoiets. Joren, hier staat ze, jouw droomvrouw. Vertel eens. De Rapide is, dat is fantastisch. Ik bedoel, ze heeft alle rondingen dat een man maar kan wensen. En in combinatie met die velgen, de roosters in de motorkap, langs de zijkant, het hele lederen interieur. Het is het totaal plaatje dat eigenlijk perfectie uitstraalt. Ik zou er het liefst van al direct mee naar huis nemen. Je mag er alles in zitten. Dat is al heel veel, hè? De wagen haalt een topsnelheid van om en bij de 320 km per uur. We gaan dat vandaag niet doen. Alleen al voor jou, Anke. Ja. Dus we gaan ons netjes houden aan de toegelaten snelheid. Dank u. Hoe voelt dat nu om echt achter het stuur te zitten van zo'n Aston Martin? Onbeschrijfelijk eigenlijk. Ik ben een beetje van mijn melk. Oh, maar dat is niet erg, we gaan rijden. Maar zie gewoon dat ik straks nog mijn dochter kan halen op de crash. Ja, op de crash? Oh nee, wat zeg ik nu? Oh nee, dat is al een voortekening. Nu jinxed het. Ik moet naar de crashen. Goed? Ja. Je zal waarschijnlijk wat te vroeg zijn. Okay. Allee, go, go, go. Born to be speeltijd zit erop, jongen. Wat ga je onthouden van vandaag? De auto. Dat mijn droom verwezenlijkt, was magnifiek. Wat een mind-blowing experience. Dat was ongelooflijk. Colaatje om te bekomen. Graag. Heerlijk, hè? Ja, sorry, hè. Ik was echt een beetje bomma-pukkings in de auto. Pas op, hè. Niet te snel, hè. Voorzichtig, hè. Ja, maar ja, dat trekt direct zo goed op. En dan denk je echt van, ho zeg. Ja, nee, ik had een klein beetje schrik. Een klein beetje schrik.